Betaal gewoon wat ik moet gaan betalen. Maar dan ga ik niet spastisch doen. Ja, je weet toch, ik ben Dennis, lachgaskoning. Je weet toch, broer, ik koop bij jou veel. Ik betaal morgen wel. Waarom moet ik morgen betalen? Ik heb toch die doeken in mijn zak. Ik kan toch nu gaan lekken? Korte, hevige roes. Het gebruik van lachgas is onder jongeren in korte tijd explosief gestegen. Dit tot grote zorg van de overheid die dit schadelijke genotsmiddel wil verbieden. De meest bekende promotor en verkoper van lachgas is Dennis Udesen, beter bekend als de lachgaskoning. Wij volgden hem tijdens een turbulente periode waar zijn imperium groeit, terwijl justitie de jacht op hem opent. Yo, fucker, vertel eens, soldier. Ja man, sure. Dankzij Halsema gaan we nog groter worden. Ik heb al een couriersbedrijf. En we deden al maaltijden bezorgen en al dergelijke dingen eromheen. En op een gegeven moment zeiden mijn couriers ook tegen mij... Dennis, wil je ook niet misschien lachgas gaan bezorgen? Het is een populair middel. Je zal er geen spijt van krijgen. En ik dacht, nou ja, weet je wat, laten we het gewoon even uitproberen. En het bleek ook echt zo te zijn. Tot de dag van vandaag heb ik echt geen spijt, want het heeft me tering veel geld opgeleverd. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga je nu even adres geven, sturen van de nieuwe locatie die we hebben gevonden. Ga even langs Zwanenburg. Kijk even naar die locatie. Stuur mij foto's op van die locatie. En als het gewoon prima is, dan kunnen we alles gewoon tekenen. En dan kunnen we zo snel mogelijk gaan verhuizen, man. We hebben een pand in Landsmeer, maar dat is ongeveer 80 vierkante meter zo. Dus het blijft nogal nu wel klein voor ons. Dus we hebben best wel eigenlijk een plek nodig wat ongeveer ja, 140, 150 vierkante meter is. Zodat we weer verder kunnen groeien natuurlijk. Yo bro, luister even dan. Jullie moeten gewoon fucking opschieten, gap. Die fucking klanten wachten allemaal tering lang, ouwe. Ja, we doen ons best, maar ik verlies wel geld elke keer, hè. Regel het, anders haal ik het gewoon van je fucking salaris af, gap. Zaken gaan goed, man. Zoals je ziet zijn we gewoon fucking druk. Heel erg druk. Alleen ja, de gemeente, stadsbestuur en Halsema die wilden ons gewoon buiten de stad hebben. Dus ja, we zijn aan het overwegen om gewoon meer busjes aan te schaffen en een grotere pand. Zodat we gewoon kunnen gaan verhuizen. Dat is Ed, de huisbaas. Nee, maar deze auto valt niet op, hè? Als ik bel, dan moet je wel opnemen, hè? Ja, kom goed. Dat is waardeloos als je belt en toet, toet, toet. Ja, nee, weet je waarom? Omdat mijn telefoon, hij gloeit. Ja. En toevallig, als jij belt dan, en ik ben met iemand in gesprek, ja, dat begrijp ik. Dan gaat hij op voicemail. Dat snap ik. Ja. Volgens mij heb ik op die fiets die ding gelegd. Op een gegeven moment wordt het gewoon irritant dat geluid, snap je, als je wordt gebeld. Dan pak je van hier, pak jij van daar. Ruikt hij dat poep? Dit is de Vodafone voicemail van... Hey, brada, kijk, je belt de hele tijd, je ruïneert dat allemaal, je ruïneert. Ik heb het druk toch, Asahbi, daarom druk ik weg toch? Zijn bezorgers blijven hem maar bellen. Door corona is de vraag naar lachgas flink gestegen. Om aan de vraag te voldoen, verkopen ze het gas niet meer per ballon, maar in tanks van meerdere kilo's. Kankertijd. Ik sta hier voor het ding. Waar is dat iemand? Ik word helemaal ziek van die kankertelefoon, jongen. Ja, hang op daar. Ik wil ook niet meer praten. Ik wil ook kanker met die telefoon. Later. Nou, we zijn nu even met wissel bezig, man. Tanks wisselen. Gaswissel. In mijn float heb ik tegen 10 auto's aan, man. Een aantal wordt alleen maar meer. Mensen hebben niks te doen. Mensen die hebben niks te doen. Dus ja, kroegen die zijn net weer open, dus mensen gaan net weer wat wilder worden. Maar het algemeen was de afgelopen maand, ja, wat ga je thuis doen dan de hele dag? Of je gaat zuipen of je gaat spacen. En ja, lachgas is een behoorlijk populair middel bij mensen geworden. Dankzij UFO-gas. Dus voorkeur ging uit naar spacen.
Hey, zit u in space geen lachgas, toch? Nee. Jij. Ja, kijk eens. Het is klein geworden, weet je. Kijk, we zijn hier gekomen. Binnen een maand tijd zijn we extreem ook gegroeid. Ik heb grotere plannen. En de plek wat ik nu heb gehuurd is 2 keer zo groot. En die bakje moet er wel in blijven natuurlijk. Anders krijg je het gezegd. Dat is de money machine, man. Dat is wel handig, hè? Weet je wat van die tijden, van Leidsplein? Maar we doen het van toen. Oh, hekken je dus op munten? Leidsplein, toen we ballonnen gingen bezorgen, had ik elke dag zakken vol munt. Echt waar? Ja, dan moest ik alles erin gaan legen zo. Ik dacht, duizenden euro's. Ja, mensen betalen met muntjes ook veel, hè? Oh, dan had je echt zo'n hele volle Albertijntas vol met muntjes. En op een gegeven moment kan je niet met de hand gaan tellen, weet je? Ja. Dan moet alles maar hierin. En als mensen met muntjes betalen, dan betaalt toch niemand meer mee? Met muntjes? Jawel. Je kan ook pinnen bij ons, hè? Hesje? Hey. Hesje aan. Lanceren. Nu in de stad hebben ze allemaal hesjes en bakfietsen vol met ballonnen. Dus ze worden gewoon continu lastiggevallen door de politie. Maar als we gewoon overstappen naar busjes en alleen met busjes afleveren, dan is de pakkans ook eigenlijk veel kleiner. Heb je de sleutels bij je? Ja, ik heb sleutels bij me. Je bent echt nieuwsgierig, jij, hè? Ja, ik ben nieuwsgierig, ja. Ik vind het altijd leuk, een nieuw pand en kijken en wat je kan doen. En, ja. UFO-gas groeit nu zo snel dat de loods in Landsmeer te klein is geworden. In Zwanenburg staat een nieuwe uitvalsbasis waar plek is voor de snel groeiende vloot van bestelbussen. Geef maar, anders hou ik even die brood op. Ik heb ossenworst erop staan. Ja, heerlijk. Mogen we alvast eten? Ja, ik moest er wel boterham. Helemaal ziek, man. Kijk dit, man. Helemaal gek in mijn hoofd. Yo. Yo. Ja, je moet even daar timeren. Ik ben even Zwanenburg bij de nieuwe pand even sleutel halen. Kom ik weer die kant op. Je moet even kalm doen, man. Je moet even kalm doen. Oh, ik krijg niet nieuwe sleutels. Dat is een nieuwe plek toch? Wat kan ik eraan doen? Die draaide belt me net. Ik zou gelijk dat de zakenman was. Dat ben ik. Dan merk je meteen. Een half woord weet je dat al. Dat is hem. Je moet alleen hier oppassen. Mooi toch voor de opslag? En dan wil ik hier keuken bouwen. En dan kunnen we hier maaltijden en catering en dingen gaan voorbereiden. En kan de gas- en frisdrankhandel gewoon nog steeds doorgaan. Ed, heb je mijn nieuwe clip gezien? De nieuwe muziek. Wil je dat? Kijk. Schoten wilt me vegen, ik blijf doorgaan. Kan niet blijven zitten, fel kantoorbaan. Bitches willen fight, ik sta vooraan. Trek die wakker op de overtoon. Schoten wilt me vegen, blauwe toon. Telly in beslag, dat is lusofoon. Money uit de muur, dat is ATM. Ben je nou een zingen of een rapper? Ja, dat is slecht, die reputatie, dit soort dingen. Ja, mijn reputatie is wel bekend bij iedereen met ballonnen. Wanneer gaan jullie ons met rust laten? Dennis werd als bekendste verkoper van lachgas geen vriendjes met burgemeester Halsema. Met een dwangsom van €200.000 en een gebiedsverbod tot gevolg. Ironisch genoeg leverde hem dit alleen maar meer bekendheid op. Ben jou niet vergeten, Halsema? Nou ja, ze ging me ruïneren de hele afgelopen zomer.
met mijn ballonhandeltje. Maar gemeente Amsterdam heeft echt zo'n houding van demoniseren en criminaliseren. En illegale handelaren gewoon treiteren. En opdrachten geven aan de politie van treiteren ze, stop ze de hele dag aan de kant. Mijn busjes worden 10 keer in Amsterdam aan de kant gezet, man. Hé, broer, ga me niet ruïneren als die toe. Hé, maar broer, ga niet zo zeiken, broer, man. Hola, je maakt me para, waarom zeik je de hele tijd, Asabi? Zit gewoon daar, geniet een beetje van die kanker weer, kom maar aan. Wat ga je de hele tijd mijn hoofd afzeiken, zeiken? Ben je ongesteld, Oele? Lachgas heeft zeker toekomst. De gebruikers, je weet dat door Ivo Gas heel Nederland aan lachgas nu vast zit. Iedereen zit aan de lachgas nu door Ivo Gas. Zager jongens, de jongen. Gaat die miljoen? Geef me een feest. Waar kan je feest geven? Wat jij wil, man. Lammetje. Yes. Oh ja, en kinderen, doe dit niet thuis. Deze ballonnen moet je niet doen. Blijf vooral gewoon op school. Als je jarig bent in de klas, ballonnetjes ophangen en zingen lang zal ze leven. Want dat gaat je heel rijk maken. Ja, ik heb nog niet geslapen, je weet toch. Het is al ochtend. Ik heb wel 3 wijven gebouwd. Boef en zijn matties die bestelden regelmatig bij me. Broer, ze deden spastisch om 4 tanks te betalen. Snap je? En dan ben je samen miljonair, dan mooi je in een mansion. En dit en dat ga je spastisch doen met je matties om 4 tanks te betalen. 5 tanks, ga je skeer doen. Wat voor miljonair ben je? Als ik ergens naartoe ga, broer, ik moet dingen gaan lakken. Ik doe mijn ogen niet eens open, snap je? Of dicht. Betaal gewoon wat ik moet gaan betalen. Maar dan ga ik niet spastisch doen. Ja, je weet toch, ik ben Dennis, lachgaskoning. Je weet toch, broer, ik koop bij jou veel. Ik betaal morgen wel. Waarom moet ik morgen betalen? Ik heb toch die doeken in mijn zak? Ik kan toch nu gaan lakken? Waarom moet ik spastisch gaan doen? Je weet toch, ze maakten me die dag ook para. Ik zal daar komen, broer, ik zal ze allemaal daar gaan klappen, 1 voor 1. Zijn mattie ging me smeken aan de lijn. Hij weet donders goed wat hij zei. Snap je? Kijk maar aan. Je weet donders goed wat je zei. Maar jij, ik heb je ook gezegd. Jij gaat nooit meer van mijn gas krijgen, grap. Nooit meer. Snap je? Al pijp je me, krijg je geen gas. Sukkel. Yo, het is gewoon Boef, man. Het is 9 uur 's ochtends. Ik ben hier met ballonnen en dames. Dames heb ik net weggestuurd, want je weet toch, fuck die shit, bro. Het draait niet allemaal om seks. Ik ben gewoon hier aan het chillen in mijn eentje. En als je gewoon geen doekoe hebt, ja, je bent scare, space dan gewoon niet. Ja, ga eerst werken, ga eerst doekoe maken, trek een stek. Ga dan spacen. Dat heb ik geleerd in het leven, snap je? Want toen ik geen doekoe had, toen ik scare was, ja, ging ik niet spacen, grap. Weet je wat ik deed? Ik ging werken en stekken. Snap je? Nu space ik wel. Nu heb ik die doekoe. Ik zal kijken bij een oud ijzervoer of ik wat kan vinden. Ja, toch? Een speciaal oud ijzervoer is dat. En er is een groot verschil tussen een koning en een boef. Ik heb deze fles hier net gekocht, ja. Dat is wel best wel een dure grap, ja zeker. Ja, ja. Broer, hij sneekt wel tank gek, wat zeg je nog? Hey, luister, hij doet meer dan dat. Hij doet meer dan dat. Ik denk dat hij ook af en toe zijn neusje poept. Ik denk dat hij ook af en toe met cocaïne bezig is, maar dat is zijn zaak.